Dames en heren, politiek is belangenstrijd. Het vervelende voor Henk en Ingrid is dat nu de belangen van de luchtvaartsector dominant zijn en zij het nakijken hebben. De leefbaarheid van hun woonomgeving en hun gezondheid wordt aangetast door herrigoten en vierde aanvliegroutes. En dat wordt afgekocht door goedkope vliegtripjes naar de Middellandse Zee in de markt te zetten. En fabeltjes over schonere en stillere vliegtuigen te verspreiden in de Telegraaf, de krant voor werkend Nederland. Cruijff zei het al, je ziet het pas als je het door hebt. En wij hebben het door. Schiphol is namelijk ziek en leidt aan gegeneraliseerd hupfalen. Dat is een ernstig ziektebeeld, gekarakteriseerd door het aan- en afvoeren van miljoenen mensen die hier niks te zoeken hebben. Letterlijk over de hoofden van Henk en Ingrid heen. De ziektekiem die dit veroorzaakt heet in vaktermen KLM. Omdat dat systeem faalt, moeten Henk en Ingrid daar niet alleen onder lijden, maar ook nog eens betalen om de KLM in leven te houden. Het probleem is dus niet geluid, uitstoot van CO2, zeer zorgwekkende stoffen, stikstof en ultrafijnstof. Iedereen die dat zegt, verwart oorzaak en gevolg. Geluid, uitstoot van CO2, zeer zorgwekkende stoffen, stikstof en ultrafijnstof zijn symptomen van gegeneraliseerd hupfalen, maar niet de kern van het probleem. Iedereen zal nu hopelijk snappen dat wij eens wat moeten doen aan gegeneraliseerd hupfalen. De behandeling van de ziekte volgt zoals altijd uit de diagnose en is in dit geval helemaal niet ingewikkeld. Het falende hubmodel van Schiphol moet worden omgevormd tot een origin- en destination-model. Dit betekent dat Schiphol gaat werken voor Henk en Ingrid en niet voor buitenlanders. Alleen mensen die hier iets te zoeken hebben en mensen die hier wonen en eens weg willen gaan, worden bediend door het Schiphol Nieuwe Stijl. Symptoombestrijding via allerlei gebalanceerde aanpakken zullen per definitie nooit gaan werken en daar moet vooral geen energie in gaan zitten. Hoe gaat de behandeling er dan uitzien? Beprijzen en daarna nog eens beprijzen van mensen die hier niks te zoeken hebben en de winsten daarvan uitkeren aan Henk en Ingrid.